Maar even over je hoogtepunten. Ik was al nieuwsgierig wat jullie hoogtepunten eigenlijk zijn van de Vierdaagse feesten. Laten we beginnen met Lisa. Ik denk dat vorig jaar vond ik de Vierdaagse tot nu toe wel het leukst. Ben ik het meest weg geweest. En er was één feest in specifiek. Dat was een feest in de Lindenberg. Van Subcultuur was dat. Daar heb ik meerdere dingen over gehoord. Ja. Dat is wel een hoogtepunt geweest van de Vierdaagse voor mij. Ja, nou dat is eigenlijk geld dat voor mij ook. Daarom keek jij ook net al aan. Nee, maar die is al genoemd. ik zal dadelijk ook wel even iets met iets creatiefs komen. Maar inderdaad, dat was wel groot. Maar het kwam ook gewoon een beetje door de situatie op dat moment. Ik bedoel, er kwam een DJ en we hadden geen idee eigenlijk wat voor een gast dat was. We hadden wat tracks van hem geluisterd. En één nummer, dat was gewoon het nummer. En toen kwam op een gegeven moment, was hij de afsluiter. En we waren al een beetje vergeten dat hij daar stond. En toen knalde hij dat nummer in één keer erin. Ja, dat was gewoon even gewoon heel goed, goed te doen. Ja, euforisch momentje. Maar als ik verder ook nog even dan iets anders moet pakken, dan vind ik sowieso het hoogtepunt van de Vierdaagse altijd het struinen over de verschillende pleinen. Dat hebben wij heel veel gedaan. Gewoon echt rondgelopen, Faberplein, Koningsplein, overal even langs gegaan. En dan met je zatte kop gewoon overal een beetje meespringen, een beetje meebleren. Eigenlijk komen daar de mooiste en leukste herinneringen uit voort. Gewoon niet weten wat je gaat doen, niks plannen en gewoon maar zien wat er op je pad komt. Ja, precies. En als je dan goed gedronken hebt, dan is er maar één ding wat je echt heel goed kan doen. Springen onder je. Snollebollekes!